We willen een klein testje met u doen, want u heeft een behoorlijk repertoirekennis. En u heeft wel eens laten weten, ik geloof in het programma Zomergasten, dat u tijdens een vakantie met een vriend in Italië overdag verschillende versies van Mozart's dubbelconcert ging vergelijken, wat dan mooier was. In 365, prachtig. Ja. Ja. Daarom, daar gaan we al. En dat u dan s'avonds pas achter de meisjes aan. Precies. Ja. En nu nemen we de proef op de som. We hebben drie meisjes hier. Nee, we hebben drie. we hebben drie verschillende uitvoeringen van hetzelfde stukje van Chopin. We beginnen met audiofragment 1. U mag het zeggen. Nou, volgens mij heb ik dat zelf. Dit is namelijk de ik hou van mensen met zelfvertrouwen, nee, maar het was... Nee, serieus. Ik heb dat stuk namelijk... Ik herken het. Dit is de treurmars uit de tweede Chopin-sonate. Ja. En daar het tussendeeltje van. En ik heb dat een keer... Volgens mij heb ik het een keer opgenomen in New York. Toen ik net lijsttrekker was. En toen ben ik met de NOS, met Paul Roos, met dat heen geweest. Ik geloof het allemaal wel, maar zullen we even kijken wie het echt was? Oh, dat is... Bijna goed. Hoog inzetten. Had ik niet gezegd dat we allemaal beroemde pianisten hadden. We gaan naar fragment... Geen gebrek aan zelfvertrouwen. Fragment 2. Dus Horowitz kan het niet meer zijn. Nee. Dat is één steun in de rug. Ja. Zoveel mensen uitgevoerd. Rubinstein of Praai. Nee, ik denk Rubinstein of Zimmerman. Ik denk Rubinstein. Heel goed. Heel punt voor de Pacau-fabriek is dit. Heel goed. Nog één. De derde en de laatste. Die herken ik echt niet, nee. Denkt u een Rus of een Fransman, dat is bijvoorbeeld touché beoordelend? Het is niet Frans. Zullen we even kijken wie het is? Ik zat te denken, het klinkt namelijk als een hele oude opname bijna, of een hele slechte opname in ieder geval. En ik moest even denken aan die hele oude Vladimir de Pachman-achtige opnames, ja, van begin 20e eeuw, die hele oude opnames. Maar dat is het niet, geloof ik. Het is niet zo'n oude opname, nee. Het is wel goed gespeeld. Laten we even kijken. Toch? Zie je wel! Nou! En dit is dus uit 2000. Dit is echt uit 2006. En ze hebben toen in het programma volgens mij alleen een stukje gebruikt van Bach, de eerste prelude. Uit Wolter Brittens Klavier. Ja, dit moet ik wel graag de tape hebben, want dit lijkt mij... Hij gewoon een goede. Er staat een rood kruis op dat hij niet verspreid mag worden, maar we kunnen het beste voor u doen, dus u krijgt dat. Ik wil nog even. Is het gespeeld? U bent